Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park voor weer een openingsvideo. En in dit geval is dat de opening van Oude Nabije Oosten. Het gebied is volledig klaar. Het is ook de eerste keer dat we niet met z'n twee opnemen. We zijn met z'n vieren. Dus yeah, boy. Dus binnen een paar minuten gaan we die poort erop eens vieren. Ja, kijk maar, 4 pm, dat is bijna mijn subkanaal YouTubers. Okay, nu... Dan heb Marco de VIP en onze nieuwe crew Gypsy. Ze ja. Eten namens ik al terug vergeten. Ja, en dan doen we het eens, we alles open mensen. Jens Kapoort en ik doe de attracties. Ja, nu openen we alles gewoon in één keer. In één video. Mensen, nog 1 minuut! Maak de regen wel, joh. Ja, ja, daar zijn ze, de VIP's. De losers. De poort nog niet open, zwier Jens. Wat zat er eigenlijk in die common blocks? Ja, dat is voor attracties om in één keer open te doen, snoe. Wat? Wat? Dat is voor attracties te openen. Dat is voor attracties te openen. Kijk eens hier. Show eens dat kamer hier is. Hier is een kamerke. Oh. Okay. Is zover mensen. Jawel, open de Jens. Yeah boy. There we are. Kom aan, start. We gaan beginnen met de theekopjes. Ja, daar wil het alweer niet vlotter. Ja. Die theekopjes die werken weer niet met muziek. Yeah boy, dat is de eerste ride man van kanaal EagleTubers. Van het kanaal EagleTubers? Die we gaan treffen. Oké, hopelijk doet het met de goeie. Waaah, is dat druk! Kom, we gaan bij elkaar, Jens. Bij elkaar, jongens. Man. Gezellig. Yes, daar gaan we. De theekopjes. De Curse of Up hebben wij in de ride, hoor ik, muziek. Dus weer al die miserie, jongen. In de middeleeuwen is dat natuurlijk weer wel, dan hoorde in Excalibur wel het gebied de muziek. En hier, en daar mag het. Daar mag het niet, hier moet het en hier marcheert het dan weer niet. Hè. Jawel. Deze de ride was echt rap klaar eigenlijk. Tegenover die andere. Ja. Ja, het was ook allemaal rap gebouwd. Het was allemaal rap af. Allemaal in het spookhuis was veel werk. Ja, maar dat is een nice ride. En het gebied lijkt klaar, maar je moet wel die dark ride meetellen, hè. Dan is het wel groot. Als je nu kijkt naar middeleeuwen, heel groot gebied, maar het zijn 3 open rides. Dus dan ga je direct zeggen van wauw, heel groot. Het volgende wordt prehistorie met 3 attracties, maar daar moet ik nog even zien wat voor bouwstijl ik moet aanschaffen. Want toen waren er nog geen huizen en zo, dus wat ga ik gebruiken als decoratie? Ja, rotsen, grotten, ik weet niet. 2 minuten is wel lang, vind ik. Dus ik heb hem gezegd dat hij moet stoppen. Ja.
Ik word duizelig. Ja, jij hebt dus mijn dikke problemen. Zit daar effect aan. Horus. Dat is de junior coaster. Daar rijdt hem al, we zijn net op tijd. Een junior coaster van eigen deeg, Jens. Van eigen deeg, what the fuck? Een achtbaantje, maar het is wel een lachen ding. Ik was al opgehouden, maar geen nood. Welkom terug in het station, mensen. Oké. Die heeft dan ook nog een fotomoment. Als je ja, ik moet hem kloten. Nu gaan we naar de beste ride van het park. Die wolk daar zag. Kom tering, kind. Wat? Oké, let's go. Dat is het spookhuis. Chillen, doet dat gaan, man. Hopelijk spouwt er maar erg aan. Ja, ja. Oh shit, waarom doe ik dat, ja? Ja? Die en maar. Volle kar, mensen. Wat in de 50? Ja, ja. Voilà. Dus kun je het terug.
snoepen. Wat je vaar en pasje. What are we gonna fix it up for? Who's a face is a pig? I'm a guerrier! What? Je vais vous écraser! You best cut doomed! Ik zal je vernietigen! Je suis le mec. Alright then! Dat was hem, mensen. De Curse of Tutankhamon. De beste ride van tot nu toe, jongen. De mooiste misschien, ja. En op het menu staan nu veel meer rides, dat is veel beter, hè. Ja. Dan hebben we nog de souvenirshop. Nu hebben we dus drie rides die altijd zijn geopend, mensen. Ja. De theekopjes en Fafnir. Vier, hè. Ja, shop werkt nog niet, maar... Wat vind je van het spuikens? Ik heb tijdens de rit niks gezegd, want je had me toch amper gehoord, maar... Wat vond je van... Trek natuurlijk op Chillens Tutankhamon, dat heb je gehoord aan de muziek. Hij is ook... Qua zijn is hetzelfde. En... Het is echt perfect gelukt, man. Echt een... Perfecte dark ride. We kunnen er ook op vliegen. Hier hebben we die piramide. Kijk, dat is de hele dark ride. We gaan ook... Ik ga wel even mijn muziek uitzwieren, want de toewerp is... Zie, ze hebben allebei zijn hoofd gekregen. De mannen gaan terug instappen. Ze hebben allebei zo'n lelijkheid op. De ene mumie en een farao. Hier, daar hebben ze allebei zo'n kutkop op. En ik heb een mooi hoofd, was altijd. Nee. Die van u is nog enger dan al die spoken. Oh, ze zijn alweer farao's. Maar ja, dit was de opening van Out Nabije Oosten. Ja, mensen. Volgende gebied van Prehistory. Is al het derde gebied hier. Main Street, Middeleeuwen en dus. Oeh, we hebben fontein weer. Ja, we gaan toch afsluiten de video. Dus, je mag laten weten wat je vindt van deze attractie. Dus ik pas wel dat die effecten het goed doen bij video's. Want kijk nu naar die Dive of Merlin. Dat is een goede video geworden. Nice ride, ja. Zit er maar donkjes in, hè. Waarom zit ik er nog in? Ik zend er niet uit. Ja, dat kan niet helemaal. The fuck? Dat was een gezellige actie. Dus vanaf nu hebben we weer twee nieuwe... Rides die altijd open zijn getroffen. Fuck jongen, ik zat vast in het karretje. Ja, dus ik ga nog even zaken. Dat is hier te doen en dat is de plots van Jonas, het is de mijne. Oké, hier achter weten we nog niet wat er gaat komen, dat gaat nog even wachten zijn. En daar. Er gaat ook de stoomtrein door. En daar is ook een poort in Middeleeuwen. Dus in Prehistory ga ik die treinspoor ergens random moeten voortbouwen. Moet ik dan verbinden later. Maar dit is dus waar we nu mee gaan beginnen.
De prehistorie. Met drie attracties ook. Complimenten. Oké. Dus mensen, dan was dit oud nabij Oosten. Heel mooi gebied geworden. Yeah, boy. Maar voor nu zeggen we tot de volgende video en ciao. Later.